van drie, Lindsay. Blaas je op de knoop. Ben je er klaar voor? Ja. Je bent niet bang? Nee hoor. Oké, daar gaan we. 1, 2, 3. Nog één keer. 1, 2, 3. Nee, misschien is het wel makkelijker als de knoop wat dichterbij zit, Lindsay. Weet je wat, we halen de knoop er gewoon helemaal af. Die mag je houden. Ik kan hier geen touw aan vastknopen, dus geef haar een gigantisch applaus voor Lindsay. En vond je het leuk? Hartstikke leuk! Nou, dankjewel. Nou, jongens toch. Kijk uit voor het afstapje, Lindsay. Ik dacht misschien is het wel eventjes leuk om even een trucje uit te leggen. Willen jullie een trucje zien hoe ik dat uitleg? Oké, nou dan heb ik iets meegenomen. Het zit hier in mijn zak. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is de eerste keer dat ik deze truc ga doen. Dit is een van mijn meest spectaculaire trucs, namelijk de truc. De truc met het witte doekje. Maar wacht maar af, want dit wordt een spektakel. Dit witte doekje stop ik zo in mijn vuist. En dan kan je vertellen, dat is een gepriegel. Maar nu komt het. Nu stop ik dit witte doekje, toverzout uit mijn zijn zak, sprinkel ik zo over mijn vuist. En een wonder is gebeurd, want het doekje, vrienden, is veranderd in een ei. Oh, nou, nee, ik had na zoveel tijd en wel wat leuker applaus verwacht. Nee, als je niet meent, moet je het niet doen. Als je niet meent, moet... Is er iemand die weet waar het doekje is geweest? Als je weet, zeg maar. Oké, alle kinderen in koor in het ei. Ja, nou, ja, jullie hebben een gelijk applausje voor jezelf, want het doekje zit inderdaad, kijk, in het ei. Kijk, dit is een hol plastic ei met een gat erin. Doekje stop je erin, verandert in ei. Heel simpel trucje. Het zit al 100 jaar lang in elke goocheldoos die op de markt is geweest. Maar toch kun je met zo'n simpel trucje heel veel succes hebben. En dat wil ik jullie laten zien. Stel je nou voor, het is zondagmiddag. Hoe presenteer je zo'n truc? Het is zondagmiddag. Familie en vrienden zijn op de vloer en na al het koffie tegen bak denk je, het is tijd voor wat entertainment. Wat doe je dan? Dan ga je naar de gang en je gaat prepareren. Dus je pakt dat doekje, kan elke kleur zijn die je maar wilt, maakt niet uit. Je pakt dat holle plastic ei met dat gat erin, laat het dan niemand zien, doekje duurt er ook mee heen. Je haalt diep adem, je doet de woonkamer er open. En terwijl je naar binnen loopt en iedereen je met grote ogen aankijkt zoals nu, is dit het enige wat je hoeft te doen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, zo zeg ik. Zo simpel is het. Zo simpel. Onthoud dat, hè. En dan zeg je, ik ga jullie de truc laten zien. De truc met het witte doekje. Nou is het belangrijk dat je het witte doekje goed op en neer wappert. Waarom? Zodat niemand kijkt naar je andere hand waar je dat holle plastic ei met dat gat hebt verstopt. Dus goed blijven wapperen. Dat is heel belangrijk. En dan zeg je, ik stop dat witte doekje in mijn vuist. Nou, jullie weten allemaal beter. Het doekje gaat niet in je vuist, maar in dat holle plastic ei met dat gat erin. Het is altijd een gepriegel. Duurt ook altijd eindeloos. Dus dan moet je er een beetje show van maken. Zeg je, ik pak wat toverzout uit mijn zijzak. Toverzout bestaat niet, dat is onzin. Maar je doet net alsof. Sprenkel je zo over je vuist. Je legt je duim op dat gat. En dan zeg je dat het doekje is veranderd in een ei. En als er nog steeds niemand klapt, zoals hier. Wat doe je dan? Nee, spaar het op. Dan blaas je twee keer. En als je twee keer blaast, pak je een glas erbij. Dan tik je dat holle plastic ei op de rand van het glas kapot. Verandert in een echte ei. En als dat gebeurt, gaat iedereen compleet uit zijn dak. Kijk, het bewijs. Ik dacht, het is misschien wel leuk, even een truc, een papa-truc. En nou zie ik daar een papa met een baard zo van, no, laat maar zien, Kazan, wat je kan. Nee, ja, kom inderdaad even hierheen, dat is wel leuk, dat maakt het voor mij wat makkelijker. En het leuke is, we weten dat het, ja, ze moeten hier even een grote omweg nemen om hier naar het podium te komen. Maar als deze man met deze ongelofelijke mooie baard, want hij heeft een baard, dat heb ik al gezien, het podium opkomt, geef hem dan een gigantisch applaus. En dames en heren, hier is hij dan. 3, 2, 1 en kijk! Dag, kijk, wat leuk, wat spontaan ook. Ja, hoe heet je? Johnny. Johnny, ja, dat geeft niks. Ja, Johnny. Leuk dat je er bent. Johnny, ben jij een man met fantasie? Redelijk. Nou, dat gaan we even checken. Johnny, ga dan eventjes hier zo staan, hier zo. Zo een beetje half naar mij toe, half naar het publiek. Johnny, ik heb iets voor je meegenomen en dat kun je alleen zien als je fantasie hebt. Ik pak het er even bij. Kijk, Johnny, dit is het. Dit is een groot spel met speelkaarten. Aan de stand van mijn hand kun je zien dat het groot is, want als het klein was geweest, had ik dit gedaan. Dus groot spel, Johnny. Op de tel van 3 gooi ik het naar je toe, vang niet op en laat het aan iedereen zien. Daar gaan we. 1, 2, 3, hap. Kijk. Oh, wat doet hij leuk mee, hè? Ja. Een echte man met fantasie, hè? Ik heb zo'n spel. Hij heeft zo'n spel met kaarten. Ja. Noemen ze een mannelijke fantasie, Johnny. Johnny, schud de kaarten door elkaar. Dat doe je heel goed, maar je moet ze eerst uit de doos halen. Ja, haal ze uit de doos. Geef die doos even aan mij. Heel goed.
inderdaad heel goed, schud ze door elkaar zoals je deed en nu spreid je die kaarten uit. 52 verschillende kaarten, 2 jokers zitten erin, je weet waarom, want wij zijn er al. Ja, heel goed. En nu komt het, nu pak je er 1 kaart uit, maakt niet uit welke, pak er 1 kaart uit. Heel goed, kijk naar die kaart, onthoud die kaart, draai hem om, steek hem terug in het spel. Heel goed, het spel doe je terug in deze doos, in die hele doos hou je ze voor je. Heel goed, daar staat papa Johnny met een onzichtbaar spel met speelkaarten. En nu gaan we jouw fantasie tot werkelijkheid maken. Want ik heb hier een lege envelop meegenomen op de tel van 3, Johnny. Gooi dat spel met kaarten hier bij mij in de envelop. Daar gaan we. 1, 2, 3, go. Prrr. En het is ongelooflijk. Een wonder is gebeurd, Johnny. Want jouw onzichtbare spel is nu zichtbaar geworden. En het feit dat niemand klapt betekent dat iedereen dit maar een stomme truc vindt. Nee, ik vind dat heel aardig, maar ik zie iedereen kijken, ja, maar dit kan helemaal niet. Nee, maar dit komt omdat niemand gelooft dat dit het spel is wat Johnny net vast had. Maar dat is het wel. Want een paar seconden geleden, Johnny, heb jij in dit spel 1 kaart omgedraaid. Zou je nu tegen iedereen willen vertellen welke kaart had je omgedraaid? Harten 3. Dan maken we het hele spel zo open, het doosje open. En we gaan kijken of er een harten 3 is omgedraaid. Is dat niet zo, Johnny, dan is dat jouw schuld. We gaan door het hele spel. Harte 3 zei je? Ja, harte 3. Ik zie hier meteen ook het begin een kaart omgedraaid. Kijk, hier zit een omgedraaide kaart. Johnny, ben jij de man met fantasie? Het antwoord is ja, want het is jouw onzichtbare spel. Met jouw omgedraaide kaart. Harte 3, dames en heren. Ongelooflijk. Dankjewel, jongen. Hoe is het mogelijk, hè? Allemaal geleerd van papa, hè? Zo. Nou, Johnny, ik geef jou een hand. Ga lekker terug. En je hebt het fantastisch gedaan. Geef hem een applaus, Johnny, dames en heren. Nou, ik heb nog 1 truc voor jullie in petto. Willen jullie een snelle truc zien? Ja! Willen jullie hem nog een keer zien? Ja! Oké, perfect. Dan gaan we dat regelen. En daarvoor heb ik iets meegenomen. En ik weet niet, is trouwens papa Johnny. Papa Johnny. Ja, is de... Ik weet niet of je door had terwijl ik je een hand gaf, maar is dit jouw horloge? Nee? Nee, dat kan ook niet, want deze is van mij. Dus even kijken. We gaan iets doen. Vrienden, een hele snelle truc. Dit is de snelste truc ter wereld. Namelijk de truc met een zoutvaatje en een fles wijn. En wat is nou de bedoeling? De bedoeling is dat de fles wijn en het zoutvaatje van plek gaan veranderen. Daarvoor heb ik 2 lege kokers meegenomen. Deze lege koker zet ik zo over het zoutvaatje. Deze lege koker... Oh. Ja, dit is fout. dit is een fles wijn te veel. Nee, ik los het op. Dus fles wijn, ja? Zoutvaartje, ja? Koken gaat over de fles wijn. Ik knip in mijn vingers en het is gebeurd. Nu staat hier de fles wijn en hier het zoutvaartje. Maar nu het moeilijkste gedeelte. Ik knip er in mijn vingers. En het zoutvaartje is weer teruggesprongen, want die staat weer hier. En de fles wijn staat weer daar. Dankjewel. Thank you, fans. I love you all. I see you in Vegas. Dankjewel. Maar ik zie nog steeds sommigen van jullie kijken. Het ging me te snel. Speciaal voor jullie zou ik een reken laten zien. Dus let op. Lege koker gaat over het zoutvaartje. Deze lege koker gaat over de fles wijn. Ik knip in mijn vingers. Nu staat hier de fles wijn. En hier het zoutvaartje. Ik zal nog 1 keer laten zien. Lege koker gaat over het zoutvaartje. Lege koker over de fles wijn. Ik knip in mijn vingers. Nu staat hier weer het zoutvaartje. En hier de fles wijn. En nog steeds zijn de mensen. Het ging me te snel. Speciaal voor jullie. Ik hou ook van jou. Maar nog steeds zijn de mensen. Het ging me te snel. Dus speciaal voor jullie zou ik nog 1 keer laten zien. Dus let op. Lege koker gaat over de fles wijn. Deze lege koker... Nee, wacht even. De fles wijn is te veel. Wacht even, dit gaat niet helemaal goed. En deze lege koker gaat over het zoutvaatje. Knip op mijn vingers. Nu staat hier de fles wijn. En hier het zoutvaatje. Ja, ik zal nog 1 keer laten zien. Deze lege koker gaat over de fles wijn. Deze lege... Nee, wacht even. De fles wijn is te veel. Wacht even, dit gaat niet helemaal goed. En deze lege koker gaat over het zoutvaatje. Knip op mijn vingers. Nu staat hier de fles wijn. En hier het zoutvaatje. En nu zijn de mensen van Steven, kun je het ook met 1 koker? Natuurlijk kan ik het met 1 koker. Zet ik deze koker weg. Deze koker gaat over het zoutvaatje. Zoutvaatje wordt een fles wijn. Fles wijn wordt een zoutvaatje. Maar dat kan alleen als je 1 extra fles wijn hebt. Hè? Nou, begrijp je natuurlijk wel. Ik zal nog 1 keer laten zien. Deze lege koker gaat over het zoutvaatje. Zoutvaatje wordt een fles wijn. Fles wijn wordt een zoutvaatje. Maar dat kan alleen als je 1 extra fles wijn hebt. En nu zijn de mensen van, ja, maar Steven, ik hoef allemaal geen zoutvaatje. Ik zeg, als jij geen zoutvaatje hoeft, krijg jij van mij gewoon een fles wijn. Weet je wat? Je krijgt van mij nog een fles wijn. En vrienden, zo kom ik het weekend altijd lekker door. Dankjewel. Nou, vrienden, heb je een beetje leuk gehad? Nou, mooi. Ik vond het ontzettend leuk dat ik vandaag voor jullie mag optreden. Ik geef je de handen
de handen van mijn vader, de beste goochelaar van Nederland. Dus ik vond het leuk, blijf gezond en gelukkig en tot ooit. Dankjewel, tot ziens. Applaus voor Steven. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik snap er helemaal geen bal van. Nee, hoe die dat doet, geen flauw idee. Maar ondertussen zien jullie vrienden dat het spel wordt hier al weer neer wordt gezet. Jullie zien Captain Sam die de kaarten weer klaarzet. En dat betekent dat we nog 2 ronden gaan spelen. En dan komt het leuke, luister goed, want dan houden we een kleine pauze, maar om ongeveer 3:30 is er nog een speciale ronde. En waarom is die speciaal? Omdat we dan ook hele speciale prijzen hebben. Ik heb ze in mijn binnenzak. Dat is entreetickets voor 4 personen. De waarde van €134. Dus die kun je inwisselen wanneer je wil. Nou, dat is een mooie prijs. Een familieabonnement voor 4 personen. Jongens, het kan niet op. En een weekendje vakantiepark van haar op een moment dat je zelf uitkiest. Nou, dat zijn hele mooie momenten. Ik ga die prijs weer wegstoppen, want eerst gaan we hier kijken naar deze kaarten. De prijzen hebben jullie gezien, die staan hier nog. En Sheriff Sam gaat de bal erbij halen. En dat betekent wie er een bal vangt, mag naar boven komen. En schopt er eens eentje heel ver naar achter. Kijk, wow! Ja hoor, kom maar. Oh, kijk eens, daar gaat u wel. Heel zo, kom maar deze kant op. En hier komt de volgende. Wauw, nou, dat was een keeper die daar die bal eruit haalde. En ik ben benieuwd of de vaders zelf, de keepende vaders, die bal eruit halen. Of dat de kinderen hier naartoe komen. We gaan het zien. Hey, hallo, wie ben jij? Ik ben Corianne. En waar kom je helemaal vandaan uit welke plaats? Dieren. Uit? Dieren. Uit Dieren, bij Arnhem. Ja, in de buurt. Nou, mag jij hier komen staan? Dan komt jouw tegenstander komt er ook bij. En die komt dus het goed is nu de trap op. Ja, eentje te gaan, jongens. Eentje. Eén van de twee mag spelen. Hij gaat spelen? Oké. Okay. Hartelijk welkom, jongen. Doe eentje. Right. Ja, dat moet jij. Ja, laat ze even tegen elkaar spelen. Maar je mag rustig hier buiten beneden wachten hoor, geen probleem. Jongens, luister. Jullie zien hier die kaarten. Rats, vind je ook nog steeds dat de dames als eerste mogen kiezen? Ja, oké. Okay. Dat betekent dat jij mag eerst raden of de volgende kaart die hier staat hoger of lager is dan 4. Zolang je het goed zegt, speel je door. Zolang als je het fout zegt, dan mag Rats zelf doorspelen. Winnaar is degene die de laatste kaart goed opdraait. Na de 4 is de volgende kaart hoger of lager? Hoger. Hoger. Zij denkt hoger dan 4. En is de volgende kaart hoger dan 4? Het antwoord is ja. Het is de 5. Heel goed. En dan mag je nu gelijk aan de volgende. Jullie mogen voorzeggen na de 5. Hoger of lager? Lager. Zij denkt, hij is vast lager. Lager dan 5. En dat is helemaal verkeerd. Fout, dat is de 8. Nou, dat is geluk voor Rans. Want nou mag jij bij de volgende kaarten, dat is deze. Is die hoger of lager dan 8? Wat zeggen jullie? En wat zei jij? Lager. Nou, we gaan kijken hoor. Is die kaart inderdaad lager dan 8? Het antwoord is nee, want het is een 9. Hij is hoger. Dat betekent dat de beurt erover gaat naar haar. Jij mag de volgende kaart noemen. Na de 9. En dan wordt hij moeilijk. Hoger of lager? Het hoogste is 10. Het laagste is 2. Wat denk jij na de 9? Lager. Lager. Zij denkt lager dan 9. En dat antwoord is helemaal goed. De 5. En nou komt het. Nou komt het. Jij bent nog steeds aan de beurt. Als je het goed raadt, heb jij gewonnen. Maar als je het verkeerd zegt, dan is hij alsnog de winnaar.
En gaat hij er met de prijs vandoor. Nou, ik hoop het voor je. Degene die wint, die mag een gat in de lucht springen. En we gaan het van jou horen. Na de vijf. Jongens, wat gaan we doen? Hoger of lager dan vijf? Lager! Zij zegt lager dan vijf. En lager dan vijf is helemaal goed, dit vier. Nou joh, je lijkt wel helderziende. Dat betekent dat we van jou raad afscheid gaan nemen. Dankjewel voor het meedoen, jongen. Hartstikke leuk. En voor jou, kom even hier, krijg je van de sheriff de prijzen in een grote zak. Plus van alle mensen keihard klappen en juichen. Goed, we doen nog één zo'n ronde en ik